Goedemiddag, het is 1 april en dat is geen grap. En het is 15 graden. En ik wil in deze Top Bar even gaan kijken. Kijken of die muur goed is en of ik een paar ramen kan bijhangen zodat ze kunnen gaan bouwen. Mijn Top Bar heeft, dit is de eerste controle in het voorjaar. Bij die Top Bar haal ik altijd de zijramen die leeg zijn. Of die overtollig zijn, die haal ik eruit. Ik moet eigenlijk een vegertje halen om de bijen eraf te vegen. Maar ik kan ze ook hier hangen en dan deze kant de kast open doen. Zodat de bijen toch er nog uit kunnen. Nou, je ziet hier overtollig voer. Dat kan er allemaal uit straks. En ik laat over het algemeen maar één raam aan beide kanten van het broednest hangen met voer. Dus alles wat ik tegenkom aan voer, dat is straks voor afleggers te maken. Die bewaar ik gewoon in een afgesloten kast. Ik ben gewoon op zoek naar de eerste broed. Je ziet, het blijft voer. Dit is allemaal darraad. Die volken die Top Bar heeft, die bouwen ongelooflijk veel darraad. Meer dan in gewone kasten. Dit is ook allemaal darraad. Broker aangezet, maar ik zie al dat ik die niet nodig heb. Dan merk je gelijk aan het gedrag van de bijen. Af en toe, als er hier een platgedrukte bij zit, dan haal ik die weg. Kijk, je kan ook zien dat het hoog nodig is dat de ramen of de raten vernieuwd worden. Want je ziet, dit is oude zwarte raad. Dit is dan wel werksterraad. Maar het is donker. Dus dat moet er eigenlijk uit. Nou, het zal tijd worden om broed tegen te komen. Hier zie je de eerste glimmende celletjes met verse nectar. Je ziet er ook een bij lopen met stuifmeel. Hier zie ik de eerste dar lopen. En hier loopt een dar. Daar loopt een dar. Dus mensen die bang zijn voor de eventuele bevruchting van moeren vanuit de stille moerswisseling, die hoeven daar echt niet bang voor te zijn. Nou, dit zijn oude speeldopjes van vorig jaar. Maar in grote sterke volken kunnen nu ook al de eerste speeldopjes zitten. Nou, we hebben nog 2, 4, 6 latten over. Dus het wordt tijd dat we het broed gaan vinden en dat vinden we dus inderdaad op het volgende raam. Kijk ik in de kast en zie ik gesloten broed zitten. En dit is een raam met volgens mij open broed. Ja, je ziet dus echt dat in dit raam, ik weet niet of het goed zichtbaar is, maar zie ik eitjes zitten. Dus grote kans is dat hier ergens ook de moer oploopt. Dat zijn hele mooie zachte bijtjes. Ook hier lopen, loopt een daar. Ik kijk nog naar één raam. En dan schuif ik dit blok met broed schuif ik door. Dus ik probeer in één keer zo'n blok van 4 ramen door te schuiven. Om te kijken of het achterste raam leeg is. Meestal is dat zo. Nou, hier zit al verse nectar in, dus dat laat ik hangen aan die kant van het broednest. Ik maak even hier die kanten even schoon. Dit zijn juist de plekken waar de wasmotlarven inkruipen. Dat geldt ook voor deze randjes. Even schoon steken aan beide kanten. Maar het is, de weersomstandigheden zijn zodanig. Eigenlijk niet zodanig dat je echt een hele grote ingreep kan doen in de zin van wat ik nu doe. Dus dan laat ik dit blok qua broednest laat ik aan elkaar zitten. Ik hang hier dus, dit is het laatste raam met broed. Naar alle waarschijnlijkheid. Dat zie je, hier zie je gesloten broed. Dus dat kan ik weghalen. Je ziet hier duidelijk dat de spinsels van tussen die topladden van wasmotlarven, dus die haal ik dan toch hier maar even af nu ik hem open heb.
geldt ook voor het andere raampje. Datgene wat op de grond valt, dat zullen de bijen wel opruimen. Zo, en dan hangen dus aan deze kant van de broed komt één nieuwe lat. Een nieuwe lat. Nou, dat mag een lat zijn waar al iets aan gebouwd is. Dat kunnen ze mooi gebruiken als leidraad voor de rest van de ramen. Nou, dit was ook het laatste raam met broed. Dus ook hier tegen komt dan weer een nieuwe lat waaraan ze kunnen gaan bouwen. En daartegenaan hou ik dan nog twee voerramen. Kijk, ook hier trap ik even die randjes met was eraf. Ondertussen krijg ik last van mijn broker. Dus ik hou hier nog twee ramen hou ik aan met voer. Probeer ik even een zwaar raam te vinden. En het liefst een raam, dit is darrenbroed, dus dat gebruik ik dan niet. Dit is ook darrenbroed, dat gebruik ik ook niet. Ik wil per se een raam hebben. Dit is ook darrenbroed, met werkstebroed. Dit is werkstebroed. Dan moet ik ook even wat wegsteken. Aan randjes, zodat ze de latten moeten vooral strak in elkaar komen te hangen. En dat geldt ook voor deze, want dit was ook werkstebroed. En dan is die in feite nu klaar. Dus nu kan die weer dicht. Ik zoek even het kantraam op. Ga ik ook even schoon krabben. En dan moet ik ervoor zorgen dat de bijen die nog op de ramen zitten, dat die de weg weer terug weten te vinden naar het oorspronkelijke broednest. Maar die kan ik dus ook voor de kast afvegen. Dan komen ze weer naar binnen toe. Nou, dat was even een hele snelle inspectie van een voorjaarscontrole van een topwarhuis. Dus hang vooral één lat aan iedere kant van het broednest. Dus we hebben hier vier ramen met broed. Eén leeg raam, hier één leeg raam. Dan heb ik hier nog drie ramen met voer als reserve. En nu kun je dus in feite iedere 10 dagen kun je hiernaast weer een nieuwe schone lat hangen. Zodat ze daadwerkelijk nieuwe raad gaan bouwen. De ramen met die oude wintervoer, daar zet ik even een punaise op. Zodat ik weet dat daar wintervoer in zit. Zodat ik dus niet die laten ga oogsten als raadhoning. Want dat is natuurlijk echt fraude. En uitsluitend van de nieuwe latten die de komende maand zou krijgen, kunnen we dus gaan oogsten. Nou, dat is het. Hey, tot ziens. Doei.